Aandacht voor de beleving van aardbevingen. Dat is wat kunstenaar Henk Stallinga wil aansnijden bij deze kunstinstallatie in de Der A-kerk aan de Vismarkt. Het is een van de 8 kunstinstallaties van de tentoonstelling Earthquake Monument. Verder zijn er een aantal andere kunstinstallaties te zien. Bij een van de installaties, die gaat over aardbevingen, zijn klokken aan wanden bevestigd. Ze bewegen los van elkaar. Wat je hier ziet is eigenlijk een cilinder met een deuropening. Die cilinder staat rechtop. En daar zijn aan de wanden van de cilinder zijn bijna 500 klokken gemonteerd. En deze klokken bewegen allemaal onderling. En die bewegen niet allemaal tegelijk, waardoor je dus een soort, ja, eigenlijk een heel verwarrend optisch effect krijgt. En dat verwarrende optische effect, dat suggereer je natuurlijk mee wat er plaatsvindt in een aardbeving. Het is geen simulator, maar het is een, het is eigenlijk dat gevoel op te roepen, het gevoel van de beving zelf. De tentoonstelling zal in 2017 te zien zijn in Tokio, maar nu eerst in Groningen. Bij een aardbeving beweegt ook de horizon, dus eigenlijk heb je daar ook geen houvast aan, maar wel een tijd. Tijd blijft doorgaan. Behalve het aardbevingsmonument zijn er nog meer installaties te zien. Zo is er een installatie waarin 16 elektronische vogeltjes verwikkeld zijn in een ja-nee-discussie. Het levert een overrompelend lawaai op. Die gaat eigenlijk over wat je eigenlijk binnen de politiek ziet. Wat ons al natuurlijk bekend is, dat degene die het hardst ja roepen uiteindelijk nee bedoelen en vice versa. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om de consensusvorming. En ik heb in deze installatie geprobeerd dat te vangen. Doordat je, als je het geluid hoort, dat je eigenlijk het idee krijgt van hey, als het ware ik loop mee naar de consensus. En die gaat eigenlijk steeds over yes en no. Het blijft de vraag of er nog een schok komt, terwijl dit monument in de Der A-kerk staat. De tentoonstelling is nog tot 23 augustus in de Der A-kerk te bezoeken.